De Evangelische Broedergemeente in Suriname, EBGS, bereikt morgen een mijlpaal in haar geschiedenis. Het bisschoppenberaad en provinciaal bestuur van de provincie Suriname zullen 11 hulppredikanten ordenen tot diaconus. Roy Belfort, coördinator publiciteit en protocolaire aangelegenheden, geeft aan wat het verschil is tussen een hulppredikant en een diaconus. Het is namelijk zo dat een hulppredikant bij de Evangelische Broedergemeente, die mag niet de sacramenten bedienen en met opgeheven hand, armen, de zegen uitspreken. Als ze geordend zijn, de broeders en de zusters, geordend zijn van hulppredikant tot diaconus, dan is een diaconus wel bevoegd de sacramenten te bedienen en met opgeheven hand de zegen uit te spreken. De groep van hulppredikanten die geordend wordt bestaat uit 4 mannen en 7 vrouwen. Ten aanzien van genderbalans zegt Belfort dat de kerkgemeenschappen open staat voor een ieder. Vroeger was het wel zo dat men graag had dat een heer voorging in de dienst, maar dat is nu veranderd. Wanneer binnen de kerk wordt de mogelijkheid geboden, het is een roeping van onze lieve Heer. Hij bouwt zijn kerk, niet wij als mensen. Hij roept en daarom hebben de 4 broeders en de 7 zusters, die hebben dan op zondagochtend in verschillende kerken in en rond Paramaribo, gaan ze namelijk voor in een getuigenisdienst. En in een getuigenisdienst, dan gaan ze daar aangeven hoe hun roeping heeft plaatsgevonden. Ja, en dan 's avonds hebben we de grote dag, een mijlpaal, ook voor de Evangelische Broedergemeente, dat de 4 broeders en de 7 zusters dan in een speciale eredienst geordend zullen worden. Roy Belfort, coördinator publiciteit en protocolaire aangelegenheden van de EBG, over een speciale eredienst die morgenavond gehouden wordt in de grote stadskerk. 11 hulppredikanten worden geordend tot diaconus.